Welkom bij Achter de Rooilijn, het programma over alles wat er gebeurt op en achter de oostwand van de Grote Markt. In deze aflevering vliegen we in vogelvlucht door het nieuws van de afgelopen weken en blikken we vooruit op de nieuwe talkshow van het Groningen Forum. Maar we beginnen met het project van kunstenaar Dirk den Boer. Dit is Dirk den Boer, beeldhouwer in Paddepoel. 9 jaar geleden kreeg Dirk een goed idee toen hij de Groningse plannen voor de bouw van het Groninger Forum bekeek. Het forum wordt gebouwd op de Hondsrug. In die Hondsrugheuvel zitten nogal wat keien die in de ijstijd door het opkomend ijs vanuit Finland hierheen zijn gestuwd. Dus waarom niet iets te doen met al die keien die bij de bouw uit de grond worden gehaald? Mijn hart ligt toch bij... zeg maar het werken met die keien die heel erg van ons zijn, zou je kunnen zeggen. En dit willen heeft te maken met een soort wens om werk ook te verbinden met een soort van historie, met een soort geschiedenis. Dus het gaat mij niet zozeer om moderne werken ergens in het landschap neerploffen, maar een soort verbinding van zeg maar vroeger en nu. He, vroeger werden er in de oudheid steenwerken gemaakt met die zwerfkeien. En nu komen ze een groot aantal uit de grond. En dan denk ik van, laten we moderne steenwerken daarmee tot stand brengen. Op bijzondere plekken. Ja. Of dat nou in de stad of in het landschap is. Dirk heeft vaker met zwerfkeien gewerkt. Zoals het kunstwerk van 600 stenen bij de vindplaats van het meisje van Ide. Tussen Ide en Vries. Ook met de keien van het middenterrein kan hij grote kunstwerken maken. Omdat men verwacht dat er zo'n 1000 keien liggen. In mijn idee kan je met die zwerfkeien bijzondere dingen doen op een natuurlijke manier in ook de stadsomgeving. Je kan een soort belevingsplekken maken waar mensen tot zichzelf, tot rust kunnen komen, kunnen recreëren. Bijvoorbeeld voor kinderen. De combinatie van zwerfkeien, zand en waterstroom is vaak heel interessant voor kinderen in parkachtige omgevingen. Dus bij inrichting van de publieke ruimte dacht ik dat je daar hele leuke dingen mee zou kunnen doen. En dus ging Dirk met de gemeente praten. Hij kreeg de toezegging de keien te kunnen gebruiken voor zijn kunstprojecten die hij samen met 6 andere kunstenaars gaat doen. Daarvoor zoekt hij plekken in de stad en in de provincie. Ik heb contact gehad met verschillende organisaties, bijvoorbeeld Groningen Landschap, de directeur gesproken, Blauwe Stad, in het Westenkwartier. Ik heb locaties gezocht die op een of andere manier in die oude geologie iets verbonden zijn met de Hondsrug. Hè? Want je hebt niet alleen de Hondsrug, maar er zijn ook allerlei dwarsruggen. Dus het Drents Plateau is eigenlijk de geologische grondslag van heel Noord-Nederland. Dus op verschillende plekken in het noorden en zeker in de provincie Groningen vind je hoge zandruggen. Lutjegast, Grote Gast, maar ook Hoge Zand ligt volgens mij op zo'n zandrug. Daar in de buurt van Blauwe Stad zie je van oudsher heel veel zwerfkeien. Dat is ook zo'n zandgebied. En daar ben ik gaan spreken met verschillende mensen van verschillende organisaties. Van, heb je interesse om te praten over wat voor projecten we zouden kunnen realiseren met die zwerfkeien? En? Ik krijg veel positieve respons.
Tussen eind februari en half april zullen de keien van een diepte van 8 à 9 meter uit de grond worden gehaald. Zodra ze uit de grond komen, gaan ze naar een terrein waar we ze niet alleen kunnen opslaan en uitselecteren, maar waar we in principe ook zouden kunnen werken. Dat is een terrein dat heb ik van de provincie Groningen beschikbaar gekregen. En van daaruit gaan we de verschillende projecten organiseren. Dan gaan ze door naar projectplekken of we werken er ter plekke aan in een zomerperiode met de beeldhouwers en mogelijk ook studenten van de Klassieke Academie voor Beeldhouwen die geïnteresseerd zijn. En dan wordt er, zeg maar, dat half jaar tussen dat ze uit de grond komen en ongeveer het najaar, dit jaar, wordt er aan gewerkt en dan moet het project afgerond zijn wat mij betreft. Dirk is momenteel nog met de gemeente in gesprek om te kijken of er ook binnen de gemeentegrenzen plek is voor een kunstwerk met de forumkeien. De werkzaamheden op het middenterrein waar het Groningen Forum komt te staan hebben 2 weken stilgelegen. De werklui konden lekker vakantie vieren, omdat alles volgens planning loopt. We zijn met de diepwanden zijn we op we moeten nog 25 panelen maken. Dus dat betekent dat we eigenlijk 2/3 deel gehad hebben op dit moment. Zoals het er nu bij staat, zijn wij medio week 5 klaar met het realiseren van de diepwanden. Tot nu toe gaan de werkzaamheden voorspoedig. In de Zuidoosthoek zijn een paar diepwanden wat dieper weggegraven. Omdat we toch de grondslag met het zandpakket iets dieper lag dan dat we aangenomen hadden. Dat betekent dat we daar een 6-tal panelen ver dieper weggegraven hebben. Maar voor de rest zijn we eigenlijk geen noemenswaardige problemen meer tegengekomen tot op heden. Dus de zwerfkeien die we tegenkomen, die kunnen met de lepel gewoon de graafmachine er allemaal uitgehaald worden. Er liggen hier een x-aantal, volgens mij een stuk of 10 zo'n beetje. En die verzamelen we, die gaan we straks allemaal naar het gemeentelijk opslag. En dan wordt er daar denk ik iets leuks mee gedaan op termijn. Misschien wel hier op dit terrein, dat zou leuk zijn. Op de laatste dag voor het kerstreces werd nog een stuk geleidingswand verwijderd. Waar straks een nieuwe ingang voor het werkverkeer moet komen. En er werd nog in de striemende sneeuw een stevig hek geplaatst om het werkterrein af te sluiten. Verder was alles op het terrein al winter klaargemaakt. Het is veel watergebruik, dus dat is het eerste om het netjes achter te laten. Dat we zo straks, als we weer beginnen, dat niet al onze leidingen gesprongen zijn. Dus we hebben in ieder geval gezorgd dat dat allemaal up-to-date is. Vervolgens het terrein wat schoongemaakt. We hebben de kranen aan de achterkant, achter mij, die hebben we daar netjes opgesteld. Zodat het een beetje uit het zicht is. De boel opgeruimd, zodat wij na de bouw of na de kerstvakantie gelijk weer kunnen starten. In de komende weken wordt de diepwand verder afgemaakt. In week 2 beginnen we weer met het realiseren van het restant van de diepwanden. Daar zijn we tot en met week 5 zijn we daar zo'n beetje mee bezig. Dan gaan we ook in week 2 beginnen met het weghalen van de geleiderbalken. Die hebben we nu op dit moment nodig gehad voor het realiseren van die diepwanden. Aansluitend, als die geleiderbalken weg zijn, dan gaan wij de diepwanden daar gaan wij ongeveer een meter van afhalen. Dat gebeurt met een machine die ze eigenlijk als een beschuitje samenknijpt, 2 vingertjes eromheen. En dan als een beschuitje samenknijpt, dan blijft er vanaf die diepwand blijft een stuk wapening over. En wapening is eigenlijk om te zorgen dat de beton krachten kan opnemen. Daar komt een steklengte uit, dat is een stuk overlengte vanuit de diepwand van wapening. En die heb je nodig om de juiste verbinding te maken tussen de constructie van de diepwand en de constructie die er dan bovenop komt te rusten. En dat is dan de betonsloof die er dan overheen komt. Ja. Ook op het bouwterrein op de hoek van de Grote Markt heeft het werk 2 weken stilgestaan. De wanden zijn in de weken voor de kerstvakantie waterdicht gemaakt door ze te injecteren met hars. Deze hars moest eerst goed uitharden voordat men verder kon. Gisteren is men weer begonnen op het bouwterrein met het uitgraven van de bouwput. Aan de traptreden van het informatiecentrum zit een gedicht gespijkerd. Het is geschreven door onze stadsdichter Stefan Nieuwenhuis, die het 20 december jongstleden feestelijk mocht onthullen.
Groninger Forum. Wie droog wil zitten bouwt daken, trekt voorbij de berg om verder te kunnen, biedt de toekomst vergezichten en laat ons uitzien. Dus hijsen we de zeilen, wijzen we de richting aan in de wetenschap van de komst van een staddragende gestalte. Met het zaaien van de stenen weten we ons van oogst verzekerd. Nu is het verschiet in aanbouw, straks klinken er verhalen. Dit gedicht is één van de 22 stadsgedichten die Nieuwenhuis heeft geschreven. De gedichten gaan over plekken in de stad en zijn verzameld op een stadskaart. Eind januari wordt de nieuwe stadsdichter gekozen. Misschien wel uit één van de hier aanwezige Groninger dichters. Wie zondagsmiddags stijf verveeld en landerig op de bank hangt, kan aanstaande zondag iets nieuws proberen. In Forum Image aan het Herenplein is dan de eerste aflevering van een nieuwe maandelijkse talkshow. Het is een talkshow met een heleboel gasten, met een beetje muziek, met veel filmpjes. Het gaat over de stad Groningen. En wij nodigen elke keer mensen uit die iets bijzonders hebben meegemaakt of die iets bijzonders gaan doen binnenkort. Dat kunnen mensen zijn uit de politiek. We hebben de eerste keer bijvoorbeeld wethouder Dich Ista over zijn plannen met de cultuur. We hebben Bo van der Werf, die heeft dan net het NK Sprint achter de rug in Kardingen. We gaan met haar terugblikken. Ellen ten Damme komt. Zij heeft op ons verzoek Eurostonic Noorderslag bezocht. En we gaan haar vragen, wat heb je ontdekt? Wat was mooi, wat was niet mooi? Zij schiet ook filmpjes met haar eigen iPhone. Nou, dat geeft wel aan dat er een enorm veelheid van soorten aan mensen te gast is. Zodat mensen die op bezoek komen bij de talkshow een idee hebben van, goh, dat wist ik niet over Groningen. Of die mening kende ik nog niet. Of wat leuk dat dat project eraan zit te komen. Jullie doen het samen met Platform Gras. Waarom? Platform Gras heeft ons benaderd of we misschien in een zondagse talkshow samen konden optrekken. Dat vonden we heel leuk. Je merkt het ook wel een beetje aan de invulling van de talkshow. Er zitten ook altijd onderwerpen in die te maken hebben met architectuur, met woningen, met stedenbouw, met ontwikkelingen in wijken. Gras is ook bijvoorbeeld van het project in Selwerd, waar een musical wordt gemaakt met bewoners samen. Dat is ook echt zo'n grasding om in zo'n talkshow te doen. Als het gaat om hoe maak je Kardingen energie-neutraal, dat is ook echt iets van een gebouw en daar heeft Gras ook de gasten bij gezocht. Aanstaande zondag dus, de talkshow De Stand van Stad. En het begint om 3:30.